city only 40% of the time. Because there are some shares, I don't have enough, but maybe the older people who can sit, if there are some shares left, from the other one. I'm sorry, but I am not only the director of this castle, but I'm also curator. Please don't stand to the walls, against the walls. So I'm very, I have to, I'd like to invite you here at the castle. This is a medieval place, so there are all the paintings at the walls, so please be kind of your paintings. No, we take the time. Please sit down. So. Kasteel met zeer waardevolle stukken aan de muur. En wij zouden het heel fijn vinden als we over een paar jaar nog een keer gedacht kunnen zijn. Dus graag extra aandacht voor de dingen die hier. Geen souvenirs meteen. Nee, wel geen souvenirs. Inmiddels is er weer een andere veteraan opgedoken, Rick Nagel. Ja. Welkom. En ik wil nu het woord geven aan Peter Hendricks, want we hebben afgesproken dat de ceremonie een onderdeeltje was. En wat nu gaat gebeuren is het gedeelte van Peter Hendricks en Michel Dutre. En ik ben ook zeer verrast wat ze ons te bieden hebben. Dankjewel. Ja, dankjewel, Kami. Er zijn voornamelijk voor mensen die opnieuw geweest zijn, hebben hiervoor nog zitplaatsen vrij. Miss Jack Romer, de naam die we ook graag aanwezig hebben. Ik heb het net al eens gezien, maar momenteel. He's not in the room. Oké, okay, komt ie? I don't know. Oké. Okay. I'm a visitor. Nou, dan zal ik zo meteen nog wel loskijken. Maar er zijn veel plaatsen bij de mensen die een zitplaats hebben. Ja, ik heet mede namens Michel Dutre iedereen welkom. In het bijzonder komen we naar de Zerio. Special welcome to the Zerio, Army Military Attaché. The veterans, of course, John Primorado, Ray Nago, and Jack, who will join us in a minute. Wethouder Bunkers, ook van harte welkom en genodigd en geïnteresseerd. Ja, we zijn heel blij dat jullie hier op deze vrijdagmiddag ook aanwezig willen zijn bij de presentatie van ons boek. En we hebben er allemaal rijkhalsend naar uitgekeken en de verwachtingen die zijn heel erg hoog. En ja, Michel en ik durven de uitdaging aan. We denken dat we in de zomer iets moois hebben neergezet dat iets zal toevoegen aan de bestaande lectuur die er is over de operatie Marktkar. En daar wil ik graag het een en ander over vertellen. Ik wil jullie wat vertellen over Michel en mijzelf. Wat belangrijk over onze samenwerking, onderzoek. Weet je iets over de making-of van ons boek. De geschiedenis van Market Garden. Wat je de eerste en de tweede versie zou kunnen doen. De herkomst van de foto's. We nemen een kijkje achter op de schermen van een paar historische foto's. Ik wil het ook nog iets hebben over de doelstelling en de motivatie van het boek kunnen bereiken. Ja, ik ga het eigenlijk dus over van alles hebben, behalve over het boek zelf. Want ja, dat wil ik nu dan in het boek allemaal lezen. I'll talk most of the time in Dutch, because the book is written in English, so that will more than compensate for what I say here. But I'll switch every now and then so that you know what it's all about. Well, the backgrounds of Michel and me have lots of similarities. Michel was born in Belgium in 1965, and I was born in the very center of Eindhoven a year later. From a very young age, I was fascinated by the history of the airborne division, and this particular photograph is what triggered my interest in the history of. Ja, ik zelf ben verantwoordelijk, zoals ik zei, voor de teksten en de foto-onderschriften. Ook waar ik heel met een heel kritisch oog over de fotokwaliteit. We hebben heel veel foto's, we hebben
het begin hebben we opgelet dat we heel veel originele eerste afdrukken gebruikten, die we vervolgens hebben ingescand en digitaal hebben verbeterd, zodat ook de fotokwaliteit bovengemiddeld is. En ook veel, en twee van mijn medewerkers, Ron de Boom, die aanwezig is, hebben ook heel veel tijd erin gestoken om inderdaad de foto's, de contrasten, de beschadiging, de helderheid van die foto's te verbeteren. Dus de fotokwaliteit is ook bovengemiddeld. En heel belangrijk, de hele aantrekkelijke layout van het boek. Dat is ook het werk van Michel, daar is enorm veel tijd in zitten. Dus ja, het is echt een samenwerking waar we allebei onze expertise en kennis volledig in hebben gestopt. Wat voegt het boek toe aan de bestaande lectuur over operatie Markenkade? Nou, om te beginnen is het een fotoboek met meer dan twee boeken bij elkaar. Ik heb het altijd over één boek, maar het is uiteindelijk twee boeken geworden. Het is een fotoboek met meer dan 1200 foto's in totaal over uitsluitend en alleen over de eerste erfdomenvisie. Nou, dat op zich is dus al het onderscheidende wat met andere boeken, want er is geen enkele boek van geen enkele eenheid en geen enkele oorlog waar zo'n uitgebreid fotodocument van is als dit boek. Daarnaast hebben we zeer gedetailleerd alle informatie die op die foto's staat kunnen achterhalen. Dan heb je het over de tijd, de locatie, de gebeurtenissen, maar ook de context van de foto's. Want alleen zo'n foto, dat zegt niet zoveel, maar als je het in de context van de operatie ziet, dan krijg je die foto veel meer getekend en veel meer waarde. Dus daar is een heel belangrijk punt waarop we ons onderscheiden met de bestaande lectuur. Daarnaast zou je ons boek ook kunnen omschrijven als geschiedenis van de tweede versie. De eerste versie is de geschiedenis van gerenommeerde historici en leidinggevende figuren die deel hebben genomen aan de operatie en de officiële geschiedenis. Die versie ja, die heeft piketpalen geslagen van de gebeurtenissen uit de tijd die we allemaal kennen. Maar de tweede versie zijn de gebeurtenissen die de mensen die de oorlog hebben meegemaakt daarover vertellen. En de tweede versie van de geschiedenis is ja, vaak minstens zo interessant als de eerste versie. Ook is het zo dat de drempel om je in geschiedenis te verdiepen in ons boek veel lager is. Het is geen zware lectuur, maar het is heel herkenbaar. Want als je met ons fotoboek in de hand door Eindhoven of door Veghel loopt of zo, dan herken je zoveel plaatsen. En ja, dan zie je van precies op die locaties wat ze daarom heeft afgespeeld. En dat is heel goed. Daarnaast hebben we ook wat bijvangst opgedaan. Dat noem ik ja, toch wel een belangrijke ontdekking die eigenlijk iets ja, een tipje oplicht over het ontstaan van de operatie. Die bijvangst is eigenlijk dat ik ontdekt heb in de archieven dat de Britse leger wat over het tapijt van Brugge, wat de Airborne-divisies veroverden, naar het noorden moest optrekken, dat de Britse grondtroepen eigenlijk verkeerde informatie hadden gekregen over de locaties en de dropzones van de Amerikanen. En dat verklaart in mijn interpretatie ook waarom ze zo laat begonnen zijn op 17 september, want die zijn pas om nu of 1 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven vertrokken. En dat was omdat volgens de officiële eerste versie, de eerste plannen, de paratroopers net achter die frontlijn gedropt werden, ten zuiden van Valkenswaard. Dat was het plan. En dan is het niet logisch om het verrassingseffect niet te doen om te vroeg op te brengen. Maar er is niet, op dat niveau is niet goed gecommuniceerd dat er daadwerkelijk de dropzones ondertussen veranderd waren naar Son en Veghel. Dus dat, hierdoor heeft de hele operatie dan een halve dag vertraging opgeleverd. Opgelopen, wat aan zich niet rampzalig is, maar alle vertragingen bij elkaar opgeteld, dat heeft wel tot rampzalige gevolgen geleid. Maar daar blijven we in ons boek toch een beetje van weg. We blijven we toch bij de tweede versie van de geschiedenis, de verhalen van de deelnemers, de verhalen van de
We hebben in de boeken ruim 1200 foto's uit de Tweede Wereldoorlog gebruikt van de Amerikaanse en de Eerste Airborne-divisie. En zoals ik zei, is het daarmee het meest uitgebreide fotodocument van ongeacht welke gevechtseenheid en welke oorlog ook. Daarmee zijn we in staat, vanwege die vele foto's, om het hele verhaal van de operatie te vertellen. Alleen is het zo dat er op bepaalde plekken minder gefotografeerd is. Maar dat hebben we dan inderdaad ook met originele teksten uit originele documenten kunnen opvangen. Zodat het hele boek leest als het complete verhaal van de 21ste Airborne. En zich niet beperkt tot uitsluitend een losse aaneenschakeling van foto-opschriften. Wat waren de bronnen van deze foto's en waar komen ze vandaan? Het CAT team, het Combat Assignment Team van de Amerikaanse Signal Corps, de fotodienst van het Amerikaanse leger, heeft veel foto's en films gemaakt, met name de eerste dagen van de operatie. De fotograaf zelf heeft eigenlijk niet eens zoveel foto's gemaakt, ik meen een stuk of 40. Karel, jij hebt zo eens opgeschreven in die richting, denk ik, dat het is. Daarnaast hebben ze de eerste twee dagen ook veel gefilmd. En van die films zijn we ook in staat geweest om hele goede stills te gebruiken. Dus foto's uit de filmbeeld te halen. Om de man in het totaal regelboek zijn weergegeven op zichtbaar te maken. Naast de officiële legerfotografen van de Signal Corps hadden de Amerikaanse 101e divisie zelf ook twee fotografen in dienst. Dat waren Mike Mazur en Naam Raska. Ook zij hebben zelf foto's gemaakt, met name in de regio Veghel. Naam Raska zat bij de 501e en heeft in Veghel veel foto's gemaakt. Dus ook de gemeente Veghel is goed vertegenwoordigd. Hoeveel foto's Mike Mazur precies heeft gemaakt is niet helemaal duidelijk, omdat ze dat niet allemaal goed is geregistreerd, maar ook de Amerikaanse in de eerste divisie had zelf ook fotografen in dienst. Voorts was het voor de soldaten verboden om foto's te maken, maar er staan toch wel een paar Amerikaanse soldaten die foto's hebben gemaakt, officieel meestal, met name Lieutenant Reeder van het 506e en glider-piloot Lieutenant Heeden. Zij hebben substantieel deel van de foto's gemaakt door Amerikaanse soldaten. Ten slotte zijn er ook nog veel, wat ik dan maar snapshots noem, veel foto's die de soldaten gewoon, waarvan de kwaliteit ook niet altijd bijzonder is, maar die wel veel vertellen over de situaties waarin ze zich bevonden, die zitten er natuurlijk ook in verleden. Verder hebben zo'n 3-4 beroepsfotografen in Eindhoven. En een beroepsfotograaf in Veghel heel veel foto's gemaakt. We hebben van de fotograaf Teunen uit Eindhoven en van de fotograaf van Erik in Veghel de originele negatieven mogen inscannen. Wat ook weer geleid heeft tot een bijzonder goede kwaliteit. En ook weer heeft geleid tot een compleet beeldverhaal. Want tot nu toe waren het sporadisch foto's aan die serie gepubliceerd. We waren ze nu allemaal in beeld kaart gebracht en gebruikt. Voorts is het zo dat een stad met 120.000 inwoners zoals Eindhoven natuurlijk ook nog wel burgers met camera's maken, zodat ook Eindhoven goed is vertegenwoordigd. Het thema van al die foto's is hetzelfde. Veel blijde mensen, blijde gezichten, lachende Amerikaanse bevrijders. Heel interessant. Hetzelfde geldt ook voor Veghel, zoals ik zei, daar zat de fotograaf van hem de eerste en van Geert, de fotograaf, de lokale fotograaf, zodat ook Veghel heel goed gedeeld is met foto's. De gemeente Sint-Koerenrode en Best en soms het bos is wat minder te deel. Dat zijn gewoon minder foto's gemaakt. Het is ook heel leuk om te zien dat we ook voor het eerst foto's over de bevrijding van Gelderop, voor twee keer moet ik zeggen, want dat heeft ook iets zijn. Al foto's gebruikt van de bevrijding van Gelderop. Maar ook in Gelderop zijn veel foto's gemaakt van de bevrijding door de eerste. Ik heb er met dat over gesproken. Het is altijd niet meer duidelijk geweest door wie Gelderop nou bevrijd is. Maar de interpretatie
van de feiten die leidt tot mijn conclusie dat je ook veel geld op kunt toevoegen aan de Leidse plaatsen tot rond de eerste is bevrijd. Dan gaan we het hebben, wil ik al vertellen over historische voorwerpen. Want in het boek staan vele tientallen foto's uit enorme verzameling van Michel. Ik geloof dat Michel een van de grootste verzamelingen ter wereld heeft van airborne militaria en historische voorwerpen. Hij is natuurlijk ook eigenaar van C-47 en Tiger Tank. Zoals iedere verzamelaar van ongeacht welke voorwerpen kan bevestigen, is het altijd heel erg boeiend om zoveel mogelijk over die onderwerpen te weten te komen. Verzamelaars van muziekinstrumenten of designmeubels, auto's of horloges, schilderijen of wijn, kunnen allemaal heel gepassioneerd vertellen over de kleinste details van wat hun boek over hun eigen verzameling. En voor ons is dat niet anders. Alleen heeft onze verzameling een extra dimensie dat andere verzamelingen niet hebben. Want ja, hoe vaak zeggen we niet wat als deze muren konden spreken? Dat is natuurlijk op deze locatie sowieso een hele dierende vraag. Maar ook in ons geval, wat als dit uniform of deze helm kon spreken? Dan nu, de eigenaar, wij laten al deze voorwerpen inderdaad in ons boek spreken. We laten het verhaal van die authentieke voorwerpen zien. En het verhaal wat er aan vast zit, daarmee hebben we na 70 jaar geven die voorwerpen ook een gezicht en een verhaal. En voegt dat heel veel toe aan de geschiedenis en zijn ze daarmee relevant. De boeken waar we dus aan gewerkt hebben, kwam uiteindelijk op zo'n 750 pagina's uit. En toen kreeg ik toch van de drukker het advies om er maar twee delen van te maken, want het is 6 kilo.